Vertel Heine, het is toch nog verrassend spannend geworden. Ja, maar kijk, dat is natuurlijk wat iedereen zegt, toch nog verrassend spannend. Terwijl ik weet, als je in de finale begint, ik heb voor de wedstrijd in onze VIP-lounge de mensen toegesproken, zeg vandaag is de moeilijkste wedstrijd. Alle druk bij Nolke Mazeik, we blijven een jong team. We hebben een aantal weken gewacht op deze wedstrijd, we gaan dat zeker tonen. Maar je moet in de finale moet je echt gaan vechten. En ik vond dat we pas op een, qua attitude, qua houding, een niveau voor de finale halen in de vierde en vijfde set. Dan pas komt zo echt boven van nu gaan we ons ervoor leggen. Hè. Zo heel simpel is dat. Maar in sport moet je heel diep in je reservoir gaan. En dat doen we pas daar in die fase. Hè. Maar ik moet zeggen, Lennik heeft ons natuurlijk ook zeer moeilijk gemaakt. Hè. Ja. Panikeren hebben jullie nooit gedaan. Hè. Dat zag je ook. Het komt wel goed. Oh nee, ik panikeer constant. Vanaf het eerste, nee, dat natuurlijk niet. Je laat het niet zien aan je spelers. Nee, maar je zit constant oplossingen te bedenken en je zoekt verder en verder en verder. Dat is een mooie spel. Je hebt 5 zetten lang om er iets uit te slepen. En wij zijn er heel goed in dit jaar om een moeilijke situatie terug te komen. Dat heeft de groep geleerd. Hè. Dat zie je ook in onze groep. Denk in de vierde set, nu gaan ze eindelijk spelen. Hè. Ik ben er wel blij, maar aan de andere kant ook heel boos. Hè. Zo van, als het moeilijk wordt, dan lijken wij veel meer samen te gaan spelen. En zolang het makkelijk loopt, zoals de eerste set die we ver achter staan, toch nog winnen. Ja, dan krijg je die druk niet op die groep. Hè. En de druk was pas daar in de vierde. Ik hoop dat de druk daar is woensdag in de terugmatch. Dat we dan kunnen we een tweede stap maken. Hè. Ja. Ik weet niet of je over individuele spelers praat, maar ik vond Nathan Wanyambanya fantastisch. Ja, ik probeer daar niet over te spreken, maar natuurlijk kan ik moeilijk ontkennen als iemand in de tiebreak 9 van de 15 punten maakt, dat die jongen het niet slecht gedaan heeft. Hè. Maar er waren toch wel andere mensen ook. Ik denk Naldi Altemaan teruggekomen, Kevin Klinkenberg enzovoort. Daar zijn mensen die allemaal een rol gespeeld hebben. Eentje maakt wat meer punten, valt op. Ik ga ervan uit dat volgende wedstrijd iemand anders is. Ja. Maar is het zoiets, een illustratie van je wilt spelers beter maken, dat die constant groeien in het seizoen? Heeft hij zijn beste wedstrijd vandaag gespeeld? Oh, maar goed, dan ben ik een slechte trainer. Hè, want er waren er 4 of 5 die een minder goede wedstrijd spelen en dus niet beter geworden zijn. Hè. Ja, ik denk dat Nathan misschien van zijn beste wedstrijden van heel lang speelt, hè, zolang ik hem ken. Zeer, zeer cool gebleven. Hè. Als ik even persoonlijk mag horen, Nathan is wel iemand die zich op een gegeven moment in de fout laat betrappen en die dan opstapelt. En als je vandaag kijkt naar zijn aantal fouten, dat is over de hele wedstrijd op 1 hand te tellen. En dat is knap voor iemand met zo'n emotionele speelstijl, dat hij fouten kan beperken. Als hij dat geleerd heeft, dan kan dat volhouden. Ja, dat is wereldklasse. Maar we hebben meer van die jongens die dat kunnen horen. Dus niet alleen Nathan, maar ook andere mensen gaan naar tonen, denk ik. Succes in de volgende wedstrijden. Dank u.